Eva Hoeken, de vrouw van Marcel van Roosmalen, werd deze maand ontslagen als columniste van Volkskrant magazine. Ze willen wat nieuws bij het blad. Aanvankelijk hield Eva zich redelijk koest, totdat ze de hoofdredacteur van de krant op de radio hoorde zeggen dat je niet de hele tijd dezelfde stemmen uit dezelfde wereld wil laten horen. Nou, die Eva ging thuis gelijk helemaal over de rode. Het is één groot elitair kliekje bij de Volkskrant, vindt de columniste nu ze de laan uit is gestuurd. En daar heeft ze een hele open brief aan gewijd, hun stemmen klinken anders dan die van iemand die opgroeide in een rijtjeshuis in een Zaansdorp, en voor de journalistiek in de thuiszorg werkte. Voor de duidelijkheid, hiermee verwijst Eva naar zichzelf. Oftewel, ze vindt zichzelf heel gewoon gebleven, en dus wel een andere stem dan de rest van de Volkskrant-journalisten en columnisten. Dat Marcel en zij inmiddels steenrijk zijn en 1,6 miljoen euro hebben neergeteld voor hun nieuwe stulpje in Amsterdam, telt niet mee. Hoe dan ook, die openbrief van Eva lokt een lelijk verbaal gevecht uit. Waar de Volkskrant de openbrief van Eva weigerde, krijgt columnist Hassan Bahara nu alle ruimte om in de krant terug te slaan naar haar. Deze wereld snakt naar zelfverklaarde afgezanten van de witte arbeidersklasse, sneert hij in de kop. Hassan schrijft onder andere: zelfs stukjes schrijvers met een kast van een woning in de duurste gedeelte van Amsterdam en een succesvol snabbel bestaan, beroepen zich tegenwoordig op een nederige start in het leven om hun dominantie in het medialandschap te bewaken. Dan parafraseert hij zijn oud-collega Eva: Ik heb heel, heel lang geleden in de thuiszorg gewerkt. Woonde in een rijtjeshuis, eet spersiebonen. Geen betere vertolker van het, gewone mensen, sentiment dan ik. Oei, oei, oei. Dit zijn precies de voorbeelden die Eva noemt in haar open brief. Een keiharde sneer van Hassan en daar gaat Volkskrant-collega Margriet Oostveen mee aan de haal. Zij deelt de kolom en zet erbij, waarom je vertegenwoordigers van het volk altijd moet wantrouwen. Het gaat hier dus niet om de persoon maar om de populismefuik. Die gemene houding van Eva's oud-collega's maakt haar man Marcel van Roosmalen woest. Hij begrijpt vooral de vergelijking tussen zijn vrouw en de Republikeinen in Amerika niet. Heb je kritiek op de Volkskrant, dan hoor je bij Trump, schrijft hij op X. Hij vervolgt: oncollegiale trap na van Hassan Bahara, warm aanbevolen door Volkskrant-collega Margriet Oostveen. Maar het is verder niet persoonlijk. Het gaat snel nu. Vorige week nog te veel van hetzelfde, nu een gevaar voor de lezer. Ik woon met Trump in een te mooi huis. Margriet ziet dat weer anders. Zij zegt, dat staat er niet hè. Dit gaat over een populistisch frame waar steeds weer mensen intuinen. Vinden we belangrijk. Enfin, sterkte met alles. Marcel daarop, maak jij jezelf dat maar wijs, de rest van ons ziet je domme gehits. Enehand schaver geeft Marcel vervolgens een veeg uit de pan. Mijn hemel Marcel, ga nog even met gijs, af. Teun, en weet ik veel wie er nog meer bij die tamelijk oninteressante en beperkt getalenteerde egoclique hoort, brainstormen over hoe je jullie gezinnetje als het ultieme, gewone, in de markt kunnen zetten. Doei. Marcel daarop, ik reageer niet op onbekende mensen.